Een zeer verontrustende situatie waarin ons land zich momenteel bevindt. Dit zegt de directeur van het ministerie van Volksgezondheid in gesprek met het COVID-19-journaal. Welkom, dit is aflevering 189. Het aantal coronabesmettingen blijft maar toenemen. De afgelopen 24 uur is het aantal geregistreerde besmettingen verdubbeld. 70 nieuwe COVID-besmettingen van de 244 swabs die zijn uitgevoerd. Een enorme stijging in vergelijking met de vorige week, waar het aantal besmettingen per dag rond de 5 personen lag. We zitten nu op een recordaantal van meer dan 50 besmettingen per dag, zegt onze volksgezondheidsdirecteur. Het meest zorgwekkende van deze derde golf is dat er steeds meer geïnfecteerden, onder wie ook jongeren, op de intensive care units belanden. Er is een ernstige alertheid geboden. We hebben een zeer verontrustende situatie momenteel. We hebben zoveel besmettingen gisteren gehad, maar we kijken meer naar gemiddelde per dag in een week. En het bleek dat we nu veel hoger zitten dan 2 weken geleden. Hadden we 2 weken geleden nog gemiddeld 5 per dag, hebben we nu boven de 40 per dag gemiddeld. Dus dat wil zeggen dat we dan in een week minimaal 280 mensen hebben die geïnfecteerd raken. En van die 280 mensen zijn er veel meer mensen dan in de eerdere golven die opnamebehoeven zijn. Er zijn veel meer mensen die in de IC moeten. En wat nog wat ook geconstateerd is, is dat er ook jongere mensen eigenlijk naar de IC moeten gaan. Dus het is een heel verontrustende situatie en vandaar dat we op 5 april gelijk aan de alarmbel getrokken hadden, omdat we zagen dat er een stijgende trend zich voordeed en we hadden toen die dag, heel vroeg in de ochtend, de resultaten gehad vanuit Nederland van de samples die geselecteerd waren door ons vanaf 15 februari tot en met 25 maart. Om gestuurd te worden naar Nederland voor wat we noemen sequencing. Om te kijken of er specifieke varianten onder die samples zich bevinden. En toen hadden we al gezien dat er sprake is van aanwezigheid van 3 varianten die echt wat bezorgdheid kan geven aan ons, omdat ze voor een verschrikkelijke verspreiding zorgen, een heel snelle verspreiding zorgen, en ze kunnen ook ervoor zorgen dat er een hogere sterfte is onder de geïnfecteerden. Dus het is een heel bezorgde situatie wat dat betreft. We hebben ook, om dan eigenlijk erbij te zeggen, we hebben weer samples gestuurd naar Nederland vorige week. We hebben de resultaten binnen en het bleek dat inderdaad dat de Manaus en Brusse variant heel veel voorkomen nu. Dus het is een heel zorgwekkende situatie momenteel. Van de 3 varianten die zich momenteel in ons land manifesteren, zorgen de Manaus en Brusse variant voor de meeste besmettingen. Er is dan ook een snelle stijging van het aantal opnames merkbaar. Dit is zeer zorgwekkend, zegt directeur Gayader Shukul. Het is wel zeker zo dat de Manaus variant aanwezig is en zich ook verspreidt binnen de populatie. Ook de Britse variant, die verspreidt zich binnen de populatie. En in mindere mate de Zuid-Afrikaanse variant. Maar de combinatie van deze 3 varianten, die is een zeer ernstige situatie als het ware. COVID-19 al, dat originele virus al, die zorgde al voor een heel zorgwekkende situatie. Maar nu met deze 3 varianten erbij, dan moeten we beseffen dat met onze beperkte middelen in de ziekenhuizen, onze beperkte verbruiksmiddelen, medicijnen, dat we straks ook reguliere zorg moeilijk gaan kunnen bieden. En dan kunt u zich voorstellen dat mensen die gered zouden kunnen worden, minder
een minder kans hebben om gered te worden. Doordat alle ziekenhuizen vol zijn, doordat alle artsen en specialisten en verpleegkundigen allemaal in de ziekenhuizen druk bezig zijn om de zorg op een minimale niveau te bieden. En dan krijg je dat er door overbelasting, overbelasting en minder middelen, dat mensen niet die optimale zorg kunnen krijgen waarop ze een verhoogde kans zouden hebben op beterschap. Dus vandaar heel ernstig. Op de ICU van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zijn 11 patiënten in behandeling, terwijl in Slans Hospitaal 8 zieken intensieve zorg krijgen. Dat brengt het totaal op 19. De ziekenhuisopnames blijven stijgen. In totaal zijn er 72 patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. In isolatie zijn 149 geïnfecteerden. Statistieken wijzen uit dat sedert maart van het vorig jaar 9.687 geregistreerde besmettingen zijn genoteerd, waarvan 8.900 mensen zijn genezen en 188 personen het leven hebben gelaten. Het coronavirus waart al ruim een jaar rond over nagenoeg de hele wereld en is dus al ontelbare keren gemuteerd. Ons buurland Brazilië is ondertussen erg zwaar getroffen door COVID-19 en wij moeten er alles aan doen om te voorkomen dat zulks ons land ook overkomt. Ook Angela Walele Kumbangsila uitte haar bezorgdheid tegenover onze redactie. Zij is de coördinator van de tweede lijn zorg COVID-19. Er zijn haast geen plekken meer over in de ziekenhuizen voor corona-opname gevallen. De huidige situatie bij de hospitalen is zeer ernstig. Zeer, zeer, zeer zorgwekkend. En het is geen grap. Als we alleen maar naar Brazilië kijken, wat daar gebeurt, dan betekent het dat het tot ons allemaal doordrongen moet zijn dat dat ons ook kan overkomen. En de situatie bij ons is zeer zorgwekkend. Alle ziekenhuisbedden die voor nu open waren voor COVID-zorg zitten vol. As we speak hebben we 2 plekken over. Dus Wanica, de bedden voor ziekenhuiszorg liggen vol. Slans ligt vol. De volgende ziekenhuizen die moeten opschalen zijn het AZP en Diakonessenhuis voor ziekenhuisbedden. Maar het AZP ligt vol met patiënten voor reguliere zorg. Dus we zullen waarschijnlijk richting het Diakonessenhuis moeten gaan voor de opschaling. De IC-bedden, daar zitten we in een kritieke situatie mee. Het AZP heeft het grootste aantal IC-bedden voor COVID-zorg ter beschikking. Maar ze hebben ook heel veel patiënten voor reguliere zorg, reguliere IC-zorg. En gisteren hebben ze al een signaal gegeven naar de overige ziekenhuizen om minder bewerkelijke IC-patiënten alvast naar IC's in andere ziekenhuizen over te plaatsen, zodat ze wat meer plek voor COVID-IC kunnen hebben. Dus de situatie is vrij zorgwekkend. We bereiden al voor om Residence Inn ook te openen. Maar de snelheid waarmee het in de derde golf gaat, is veel groter dan in de eerste en tweede golf. En ik betwijfel het als de gezondheidszorg die snelheid gaat kunnen bijhouden, omdat wij niet de beste uitgangssituatie hebben.
De hele gezondheidszorg zit eigenlijk in een crisis op alle fronten. Medicatie, verbruikartikelen, je mag elk aspect eigenlijk noemen. Eigenlijk is die gezondheidszorg zelf aan de beademing. En door deze kritieke situatie moeten we ook nog eigenlijk die hele COVID-zorg vorm zien te geven. En met elkaar proberen het beste van te maken. Dus die gezondheidszorg is al fragiel. En qua human resources bijvoorbeeld, we hebben eigenlijk sinds het begin van de derde golf ook een groot tekort aan artsen. En het is steeds passen en meten. De oproepen voor studenten, voor gaan deze vandaag als het goed zit de deur uit. Co-assistenten, zevende, achtstejaars medische studenten. Daar zijn er ook directieven al voor uitgegaan dat die stoppen met hun stages, want we hebben ze ook nodig voor de COVID-zorg. En we zitten eigenlijk in een complete crisis. En als er niet harder op de rem getrapt wordt, dan ben ik bang dat we hier Brazilië-achtige situaties gaan krijgen. De crisis binnen onze gezondheidszorg is compleet. Vanuit de zorgverlening wordt er met man en macht gewerkt om de crisis te bezweren. Er wordt naastig gezocht naar hulpverleners uit het medisch circuit. Co-assistenten, zevende en achtstejaars medische studenten, u zou een dankbare bijdrage kunnen leveren. Geeft uw gevolg aan de oproep van mevrouw Walalei Kumbangsila. Een nieuwe COVID-variant heeft Brazilië in een ongekende crisis gestort. Ziekenhuizen puilen uit, mensen liggen op de gangen en er druppelen berichten binnen van patiënten die met hartslag in een leekzak worden gestopt. Maar overheidsmaatregelen blijven uit. Ik ben geen begrafenisondernemer, zei president Jair Bolsonaro. Inmiddels is zijn beleid niet alleen voor de Brazilianen een probleem, maar ook de rest van de wereld. The pandemic is changing the demographics in Rio de Janeiro and 11 other large Brazilian cities. In recent months, they've been witnessing more funerals than births. Yet another tragic statistic in a country that already has the world's second largest COVID-19 death toll and was late to start its vaccination campaign. From the start, President Jair Bolsonaro has been accused of downplaying the coronavirus and of setting a bad example by not wearing a mask nor respecting social distancing rules. But on Wednesday, as Brazil surpassed 360,000 deaths by COVID-19, widespread criticism of Bolsonaro's actions took a serious turn. The Supreme Court authorized a congressional inquiry into the Brazilian president's handling of the pandemic. The probe is a blow to Bolsonaro because it'll put the spotlight on the government's mistakes, which were many. The president will have to explain why he had no national plan to fight the pandemic and why he fought the governors who tried to control the outbreak on their own by imposing lockdowns or importing vaccines. Bolsonaro reacted by saying that the crisis caused by the pandemic has turned Brazil into a powder keg and blamed the restrictive measures he opposed for increasing poverty and hunger in Brazil. Brazil is at its limit. People say I should take action. I am waiting for the people to give me a sign because the hunger, the misery, the unemployment are there. But while many in Brazil's slums are crying out for help and food, in the hospitals, doctors and nurses are at their wits' end. They're running out of drugs to treat the increasing number of patients fighting for their lives in intensive care. De situatie in Brazilië blijft zich steeds verergeren. Meer kinderen die het virus niet overleven. Baby's gaan dood aan de gevolgen van COVID. Het is voor de zorgwerkers triest om dit mee te maken. Ouders die hun kinderen niet mogen bezoeken in de ziekenhuizen en zelfs in de lijkenhuizen. Dit is wat het Manaus-variant kan veroorzaken. En
It's been an immense challenge working in the ICU without any parents being able to visit. It's just words exchanged over the phone. It's so hard for them to understand how their child's case could have become critical, and in some cases, unfortunately, the child might die. We've been able to connect these families via video. The staff got together and brought tablets and phones. Then we started to make video calls from inside of the ICU so as to allow at least some contact with the children. The doctor said, "My dear, don't worry. There's no need for a COVID test. It's probably just a minor sore throat." I keep thinking a COVID test could have saved my son, because then he would have received proper treatment. But the doctor simply didn't want to. He just gave a diagnosis off the top of his head. We have a serious problem detecting cases. We don't have enough tests for the general population, even fewer for children. Because there is a delay in the diagnosis, there is a delay in care for the child. So only when they are already seriously ill do we get a diagnosis. The most vulnerable are Black children and those from very poor families. These are the children most at risk of death. En met dit triest bericht zijn we aan het eind gekomen van dit journaal. U heeft zelf gezien wat zich afspeelt in ons buurland. Kleine baby's die het niet overleven. Laat dit een eye-opener zijn. Hou je aan de maatregelen. We zullen u steeds weer eraan herinneren. We zijn er morgen weer met een andere aflevering van het COVID-19 journaal. Dag!